Hallo en leuk dat je luistert naar Enrise AI. Enrise AI is een videopodcast over, je raadt het al, kunstmatige intelligentie. Het wordt gemaakt door Jeffrey Goyaerts en Sander Bast. Dit zijn respectievelijk een back-end developer en een product owner die beide werken bij het tofste digital agency van Nederland, namelijk Enrise in Amersfoort. In deze podcast vertellen Jeffrey en Sander over de laatste ontwikkelingen rondom AI. Maar ze vertellen ook over hun dagelijkse werk bij een grote softwareontwikkelaar en hoe AI daar elke dag een steeds belangrijkere rol in speelt. Ik ben Peter van Vliet en ik ben werkzaam als marketeer bij Enrise. Ik monteer de uitzendingen, verzin de scripts en spreek intro's in. Tenminste, zolang Jeffrey en Sander me nog niet hebben vervangen door een of andere zelflerende bot. Tot die tijd, veel plezier bij weer een nieuwe uitzending van Enrise AI. En goedemiddag allemaal. Dit keer zit ik hier zonder mijn vaste compagnon Jeffrey. Maar wel met twee bijzondere gasten, vind ik. Gasten, het zijn twee dames van Kijkmakelaars. En die mij ook wel inspireren. Dus als ik naar jullie kijk, met hoeveel plezier, passie en betrokkenheid jullie dit dingen doen. En ook nog met het idee van we gaan iets nieuws in de markt creëren. Dan word ik daar wel zelf heel enthousiast van. En het zijn Leonie en Nelleke. Welkom bij Enrise AI. Dankjewel. Misschien kan Leonie beginnen met vertellen wie je bent en wat Kijkmakelaars doet. Ja, ik ben Leonie. Ik ben directeur van Kijkmakelaars. Wij zijn 4 jaar geleden Kijkmakelaars gestart. We wilden eigenlijk iets heel anders in de markt zetten dan wat al bestond in de makelaardij. Ja. Je hebt het al vaak gezegd, stoffig, oud, enzovoort is de makelaardij. En wij wilden eigenlijk heel wat nieuws in die markt zetten. Ja. Vandaar dat we zijn begonnen, eerst in Amsterdam. We werken met een vast tarief, €2950. Daar doen we alles voor, al in tarief. Maar ook met name hoe we de dienstverlening aanpakken, dat is ook echt vernieuwend. Dus wij werken volledig digitaal. We zijn altijd in voor nieuwe innovatie. Nou ja, de meeste makelaars zie je nog met zo'n pak papier om de arm rondlopen natuurlijk. Nou, dat zal je bij ons bijvoorbeeld niet zien. Dus daar zijn we heel hard werkende aan. Ja, dat is echt ook, denk ik wel, uniek voor ons, maar ook wel het leuke, denk ik. Dat je elke keer nieuwe dingen bedenkt en wat je dan meteen kan gaan toepassen en kijken of het aanslaat. En dat is, ik vind het altijd heel erg leuk en spannend ook wel. Ik ben Nelleke, collega van Leonie al meer dan 20 jaar. Dus de passie voor elkaar hebben we ook nog eens een keer. Ja, ook nog een keer. Wel belangrijk zo lang. Zakelijk gebied natuurlijk. Ja. Zakelijk gebied. En ik ben de onderdirecteur. Zeggen we altijd grappig. We zijn elkaars linker en rechterhand eigenlijk. En we zijn gek op dingen, nieuwe dingen bedenken en uitvoeren. En dat ook met de nodige humor en ondertussen ook heel hard werkend. Ja. Hoe hebben jullie elkaar ooit leren kennen? Want dat is zo'n goed match. En... Hemig, ja. Vroeger werkte ik bij makelaarskantoor. Dat is denk ik nu 20 jaar terug. Ja, langer jaar al, terug. Iets langer dan 20 jaar terug. En uiteindelijk kwam Leonie daar werken en raakten we bevriend eigenlijk. Zij was de makelaar, ik de binnendienst. En vanaf toen was het de match eigenlijk. Wat wel leuk was dat we toen de eerste crisis ingingen. En uiteindelijk ben jij toen naar een ander makelaarskantoor gegaan. En toen ben ik uiteindelijk ook bij een ander kantoor gaan werken. En toen mocht ik daar een nieuw kantoor openen. En toen belde ik Nel en toen zei ik, Nel, kom er maar weer bij. Want, ik wil jou, zei jij. Ik wil jou. Ja, en laten we samen weer een nieuw kantoor openen. Ja. Toen waren we al heel erg gedreven, want toen zijn we toen beste makelaar van het jaar geworden. Binnen een jaar. Ja. We begonnen met, dat is wel grappig, we begonnen echt met z'n tweetjes. Mm-hmm. En jij was eigenlijk altijd buiten de deur. Ja. En ik zat dan binnen op kantoor en al het rijlen en zeilen regenen. En dachten, we zien elkaar eigenlijk helemaal niet. Vonden we wel jammer, maar goed. Heel hard werken en heel veel verkopen. En echt binnen een jaar zaten we met z'n 7, denk ik. 7-0-8, ja. En toen werden we makelaar van het jaar. Dat is natuurlijk wel heel leuk om dat voor elkaar te krijgen. En dat was met Kijkmakelaars? Nee, dat was een ander kantoor. En van daaruit zijn we toen verder gegaan en benaderd. En is Kijkmakelaars eigenlijk geboren. Ja. En dat doen we met net zoveel gedrevenheid. En met welke reden is Kijkmakelaars dan geboren? Nou, ik dacht op een gegeven moment, werd ik gevraagd om bij een grote ontwikkelaar te gaan werken. Om mee te solliciteren. En toen dacht ik, ik denk, ik word dat toch niet, maar laat ik het maar eens een keer daaraan meedoen.
En kwamen we met z'n tienen, waren we daar aan het solliciteren. Nou, en uiteindelijk zei ze, nou Leonie, kom er maar bij. Jij mag bij ons werken. Dus met tranen in mijn ogen huilend. Heb ik toen aan Nel verteld dat ik haar ging verlaten. Oh, en dat ik een andere tak van sport ging doen. Want ik dacht, nou, na zoveel jaar makelaardij is dat misschien wel eens een keer leuk. Want dan sta je wel steeds van, maar ik haal je daar wel naartoe. Ja. Ik zorg wel dat er daar iemand weggaat, dan kom je daar wel werken, weet je wel. Hadden we ook gekund, hè? Ja, dat had ook toen uiteindelijk zat ik daar en ja, dat was een echte kantoorbaan, zeg maar. Want ja, ik stuurde daar een verkoopteam aan. En weet ik veel, om 10 uur had ik mijn mail al klaar. Dan mocht ik in zo'n kantine eten en om zo'n rondje om zo'n gebouw heen. Nou, dat zijn wij als makelaars helemaal niet gewend. Ja. Dus toen wist ik ook niet als dit echt wat voor me was. Maar uiteindelijk na week 3 werd ik gebeld door een oud directeur van ons. En die zei, oh nee, we missen je zo. En dan maak ik, kan je eens praten? Zullen we eens een keer dat samen neerzetten? Nou ja, en daaruit, die zei, joh, laten we iets heel geks in die makelaardij neerzetten. Wat niet bestaat en wat echt nieuws is. Nou, daar is Kijkmakelaars uit ontstaan. Midden in de corona, want 1 april 2020 zijn we begonnen met kijkmakelaars te bedenken. Ik was staan te bedenken en toen zei ik, gaat het nog wel door? Want kan dit nog wel? En toen zei ze, nee, gewoon doorgaan. Nou ja, en tijdens die corona-tijd ging die makelaardij natuurlijk alleen maar gekker. Maar ook voor ons heel erg leuk. Want door die coronatijd hebben we ook gezien dat het niet meer standaard hoeft, zeg maar. Je hoeft niet per se iemand live te zien om zijn woning te gaan verkopen. Je kan ook dat digitaal doen. Ja. Bezichtigingen kan je ook digitaal doen. Toen hadden we echt een tijd dat we woningen in de verkoop kregen waar ik helemaal nooit die verkopers van had gezien. Ja. Want ja, dat ging allemaal digitaal. De sleutel kwam bij ons in de brievenbus. Wij gingen bezichtigingen. De koopakte ging digitaal. De levering ging digitaal. Dat was ook natuurlijk een eye-opener voor heel de makelaardij. Ja. Om te denken, ja, het kan anders. We hoeven niet altijd maar... Maar hadden jullie het idee al om het anders en gek te gaan doen? En toen kwam corona erbij en dat versnelde een soort van het proces. Ja, ja, ja. En waarom dan het idee van we gaan het anders doen? Want ik noemde ooit al de makelaardij, ik vind het groot, log, misschien wel ouderwets. Ja. Nou, juist, ik denk juist ook daarom. Ik denk ook dat je moet onderscheiden. Wil je het maken? Ja. Je kan wel met de meute meegaan, maar ja. Ik denk dat wij het altijd al in ons hebben gehad om er tegenaan te trappen, zeg maar. Dat wordt ook niet altijd geliefd door iedereen. Maar daarmee hadden we ons vorige kantoor heel groot gemaakt. Maar nu ook weer Kijk. Ik bedoel, ja, dat wij 4 jaar geleden kijkmakelaars begonnen in Amsterdam. Nou, we kregen alle collega's over ons heen wat we allemaal niet aan het doen waren. En dat we de markt kapot maakten, enzovoort, enzovoort. Ja, en dan moet je ook in je kracht staan om toch je hoofd boven het maaiveld te durven steken. Uitsteken, ja. En door te gaan, maar we hadden ook wel medewerkers die dat ook wel moeilijk vonden. Want ja, die zeiden, ja, nee, maar dat vinden ze Kijk niks en dit en dat. Zeg je wel, gewoon doorgaan. Dat is altijd zo. En uiteindelijk denk ik dat ze... Ik denk dat waar wij ook gewerkt hebben, dat we altijd zo al waren. Dat we bij het makelaarskantoor werkten, waar we 2% courtage standaard vroegen, waren we ook zo. Dan gingen we ervoor. Dus je gaat ergens voor. In dit geval kreeg je er wel iedereen over je heen. Maar dat duurt even een tijdje. En dan zijn ze eraan gewend. Ja. En dan weer door. Iedereen moet werken vanuit zijn kracht. Of je nou 2% courtage vraagt. Of je vraagt 10.000 euro. Of je vraagt een vast tarief. Je bent waar je voor staat. En daar ga je voor. En de een kiest voor die. En de ander kiest voor dat. En toen wij begonnen, gingen we ook met z'n tweeën. Weet ik nog, op zondag met Tom Poes erbij. Zaten we op kantoor plannen uit te werken. Wij wisten ook niet hoe het zou gaan. Ja, wie onze klant zou worden. We dachten, oké, dan moet je een persona schrijven. Nou, wie zal onze klant zijn? Nou, uiteindelijk werd onze klant heel iemand anders dan dat we toen op dat moment dachten. Wij verbaasden onszelf ook daarover. Dus je kan het wel bedenken, maar hoe het uiteindelijk wordt, weet je ook niet. En heb je dan de klant uiteindelijk gevonden die het meeste gelijkgestemd is met hoe jullie ideeën zijn over wat je dan doet? Of? Die de behoefte heeft aan die dienstverlening die wij bieden, precies. Zeg maar. Ja. Zo hebben we het gevonden. Zo verder uitgewerkt ook later. Ja. In het begin stonden we er heel droog in. Van wie gaat voor ons kiezen? Oké, wij denken die. Bleek niet per se zo te zijn. En later zijn we het helemaal uitgewerkt. Omdat je het ook linkt aan prijs. Ja. Dus dat mensen denken dan, prijs. Maar
Dus wij dachten eigenlijk een beetje dat we in het lage segment tot misschien wat middensegment zaten. Maar goed, in week 1 dat wij begonnen, zaten we al bij 1 miljoen plus panden, zeg maar. En toen in één keer dachten we, oh ja, dat is natuurlijk ook zo. Want ja, het verschil tussen courtage en een vast bedrag is natuurlijk immens bij van die miljoenen panden. Ja. En zeker omdat zij zien dat onze dienstverlening eigenlijk precies hetzelfde is, zo niet beter. Beter, ja, denk ik ook. Nou ja, kwam dat dus. Nou, inmiddels richten wij ons echt op de millennials, zeg maar. Met name ook de vrouw, die beslist natuurlijk alles. Dus vandaar dat wij heel ontzettend leven. En daarop passen wij ook weer onze dienstverlening aan. En nou, wij proberen om ook iedere keer weer die innovatie te vinden in de dienstverlening. Ook weer op echt onze persona. Dat wij zo kunnen verbeteren. Ja. Ja, en even door op dat innovatievlak. Want je noemde, jullie wilden iets nieuws neerzetten. Toen kwam corona, kwam er een versnelling ook op dat vlak. Hè? Dus wat normaler en het ging makkelijker. En toen kwam, niet zo lang heel geleden, kwam opeens AI om de hoek kijken. Ja, nou, super natuurlijk. En hoezo zeg je super, natuurlijk? Nou, omdat dat het nog een keer weer... En jij zegt het versneld. Ik vind meer dat het werd geaccepteerd, zeg maar. Okay, hè? Dus mensen, de klant, die... wij doen nu bijvoorbeeld ook nog heel vaak een digitale inverkoopname. Sommige mensen denken, nou ja, hoe gaat het dan en hoe moet dat dan? Niet, en dat is best wel heel spannend. Terwijl als ze dan die afspraak hebben gehad, ja, tuurlijk kan dat zo, zeg maar. Dus ik denk dat het meer is dat mensen het accepteren. Mm-hmm. Net zo met AI, dat vonden wij ook heel spannend, van accepteren mensen dat. Nou, we zijn natuurlijk begonnen met ChatGPT uit te rollen. Dat hij onze teksten, zeg maar, genereert bij onze woningen. Daarnaast hebben we natuurlijk nu onze AI-tool die onze hele dienstverlening, die onze hele makelaar, onze medewerker kan overnemen strakjes. Superleuk. En ik ben ook heel benieuwd hoe onze klant dat gaat ervaren. Want je noemde net even die woningadvertentieteksten. Dus dat is een AI die de teksten voor je advertentie schrijft, hè? Ja, echt op onze klant geschreven. Ja. Kun je iets meer toelichten hoe dat werkt? Nou ja, het was wel heel erg leuk. Want ik krijg wel eens... mensen die misschien er niet zoveel mee werken... en die dat niet leuk vinden om met innovatie bezig te zijn. Ah, lekker makkelijk. Lekker door ChatGPT geschreven. Ja, zo makkelijk is het. Ik heb ook een ChatGPT-tekst. Maar we zijn daarin gaan testen. En wat we doen is dat we echt op de doelgroep schrijven. Mm-hmm. We halen echt de unieke punten uit de woning... die overleggen we ook met onze verkopers van, joh, wat als ik dit nou voor u moet gaan verkopen, wat is dan, wat moet ik hier nou aanprijzen in het huis? Ja. Daarmee krijg je echt dat je een tekst krijgt wat op de doelgroep geschreven is, met ook de unieke kenmerken van die woning en van de buurt. En wat heel grappig is, dat ik ging daarmee testen en dat was eigenlijk een soort Pippi Langkous huis, net iets buiten Amsterdam, waarvan je dacht, nou ja, dat willen natuurlijk allemaal mensen, had ik bedacht, die midden in het centrum wonen met kinderen. Die zien dat dan voor hun heel romantisch, dat ze daar een huis gaan kopen, net buiten de stad, met een hele grote tuin met een boomhut erin. En daar had ik die tekst ook op geschreven. Mm-hmm. Nou, als eerste kreeg ik onze verkoper bijna huilend aan de telefoon. Het was een man, dus, maar die zei van, nou, ik heb nog nooit zo'n mooi tekst gelezen over een woning. Een hele vrouwelijke man, denk ik. Het was echt een hele stoere man. Echte man. Ja, dus dat was heel leuk. En toen had ik daar de bezichtigingen. En ik deed daar de deur open en er kwam een gezin binnen. Nou, joh, waar wonen jullie? Nou, in het centrum van Amsterdam. 2 kinderen, we zijn op zoek naar een groter huis. En als we dan weg willen, nou, dan is dit onze droom. Nou, en nummer 2, die kwam dan niet uit Amsterdam, maar die kwam centrum Haarlem, zeg maar. En ook met, nou, die vrouw was zwanger, dus weet je, dat je denkt, ja, je schrijft echt zo op de doelgroep. Dus A, verkoop je dat huis beter, want je hebt gelijk de juiste doelgroep te pakken. Ja. B, is die verkoper blijer, want die verkoopt zijn huis hoger en maar ook sneller, omdat je gelijk met de juiste doelgroep bezig bent.
Wij zijn blijer, want ik hoef niet meer 30 afspraken te doen, maar ik heb 10, want ik heb gelijk de juiste kopen. Je weet zeker dat de goede er al bij zitten. Ja. Dus al met al, weet je, is het veel groter dan dat, zeg maar. Dus met name dat wij nu ChatGPT die teksten laten maken en ook echt op die doelgroep, werkt dat helemaal door in ons hele bedrijf. Ja, dus jullie voegen data toe over de woning, je voegt een soort van instructie toe van deze doelgroep en hoe wil je... Als kijk, laat maar zeggen, naar buiten treden en dan genereert hij op basis van dat een En hij schrijft dus echt op de doelgroep, zeg maar. Dus wat wil een jong gezin en wat vinden die belangrijk? Of wat wil een ouder echtpaar die kleiner gaat wonen? Of wat wil een starter, bij wijze van spreken? Daar schrijft hij echt op. Dus het komt heel doelgericht. Wat jij ook zei, het lijkt wel heel makkelijk. Zo van, oké, dat voeren we even in en dan komt die tekst eruit. Maar je moet als maker nog steeds wel heel goed nadenken... Wie is dan mijn doelgroep? Wie wil ik als koper? Wie moet ik aanspreken met die tekst? Dus als je als makelaar dus gewoon maar denkt... nou, hup, schrijf maar een tekst klaar... ja, dan gaat die vliegen natuurlijk niet op. Dus het is niet... Als die makelaar het nog steeds niet goed doet... rolt nog steeds niet de goede tekst uit... dan heb je hetzelfde verhaal. Dus het is nog steeds niet... druk op de knop en die tekst komt eruit. Dus ik hoef niks meer te doen. Dat principe, zo werkt het niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat het nu minder foutgevoelig is. Hè? Dus je moet gewoon een doelgroep selecteren... zorgen dat de juiste data erin komt en dan kan die al... Want we zien echt daar wel verschil in tussen de makelaars, zeg maar. Ik zeg altijd, je kan zeggen de woning ligt aan het water... maar je kan ook zeggen, je kan je eigen sloep neerleggen. Ja. Dat je met zomerdag heerlijk, ik weet niet waar, heen kan varen. Dus dat zijn even twee verschillende dingen. En daarop gaat het wel meer op aan, zeg maar. Ja, dus helder. Je moet wel echt zelf nog heel goed nadenken. Ik bedoel, je komt niet weg van lekker licht, ruime kamers en keuken met luxe inbouw. Dus nee, je moet echt... Waarde toevoegen aan de USP's, om die ook goed in mooi te omschrijven. Maar goed, zelf. Dat is ook leuk om... Ja, dan ben je op een andere manier creatief bezig dan de hele tekst, maar gewoon over de belangrijke zaken misschien maar nadenken wat past. Wat wij veel al zeggen van ga met je klant in gesprek, want die weet als geen ander wat de unieke punten van die woning zijn. Dus vertel me maar, wat moet ik hier nou uitlichten? En daar komen ook hele leuke dingen uit. En ook weer dat de klant dat weet, dat wij daarmee bezig zijn, zeg maar, dat we het belangrijk vinden wat nou het beste plekje in die woning is of wat leuks is aan die woning. Ja, dus dat is... En het gaat heel veel nu over de kwaliteit van de tekst. Maar scheelt dat ook nog in tijd? Kan ik me voorstellen? Enorm. Ja, dat is een verschil van anderhalve week of een dag. Ja. Kan ik het zo zeggen? Of is dat een beetje korter de bocht? We hadden een heel team altijd wat onze aanmeldingen deed. Mm-hmm. En inmiddels gebruiken we dat team anders. Maar is dat team dus niet meer. Dus dat heeft wel heel veel tijd, geld bespaard, inderdaad. En dat niet alleen maar, denk ik, ook vooral de snelheid voor je klant. Want uiteindelijk doe je het voor je klant. Want voorheen moest je ze een mailtje sturen van... God, willen jullie een tekst gaan maken voor deze woning? Nou, de 100 teksten hingen erachter. Dus iedereen, ze moesten voor 100 woningen teksten schrijven. Dan moest je wachten tot het terugkwam. Was je misschien een paar dagen verder. Je moest eerst wachten tot de foto's er waren. Je moest wachten tot de plattegrond was. Kwam het weer terug. Dan waren er aanpassingen. Moest het weer terug. Ja, en nu tik, tik, tik en je hebt de tekst. Ja. Als je het goed invoert. Dus niet alleen produceren, maar ook de totale doorlooptijd wordt daarmee gewoon overgepast. En natuurlijk, wat ik net al zei, alles. Hè? Dus je hebt ook sneller je koper, je minder bezichtigingen, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus het is natuurlijk in het hele proces scheelt het enorm. En je noemde ook nog een ander ding waar jullie mee bezig zijn? Ja, dat doen we natuurlijk samen met jullie. Ja. Zijn we bezig om een AI-tool te bouwen voor onze dienstverlening. Wij noemen het een soort kloon van ons. Ja. Dus we zijn een kloon van ons aan het bouwen. Vrouwelijke kloon. Vrouwelijke kloon, uiteraard. al je vragen kan beantwoorden. Afspraken kan je bij erin plannen om je woning te gaan verkopen. Ja. Ja, en je noemt het echt bewust een kloon, denk ik. Hè? Want hoe zie je dan de toekomst van zo'n digitale collega? Hoe gaat dat eruit zien dan in de makelaardij? Nou ja, ik denk dat er op zich veel... Kijk, al met al, hè, als je... daar hebben we wel eens vaker over nagedacht dat... Ik denk uiteindelijk als we 5-10 jaar verder zijn, dat is dan de makelaar nog noodzakelijk? Ja, ik denk eigenlijk van niet. Dus dat steeds sneller gaat.
het enige is natuurlijk wel dat ik denk dat het menselijke uiteindelijk blijft bestaan. Ja, sowieso. Dus het menselijke, de aandacht, hoe spannend het is. En ik vind jullie wel vrij menselijk inderdaad. Maar, ja. maar wat, is het, wat, bedoel, wat is het menselijke dan wat dan overblijft? Ja, heel veel. Ik denk als je, om een voorbeeld te noemen, er komt een klant bij mij op kantoor en die wil een afspraak plannen voor de verkoop van hun woning. Mm-hmm. Dus we zijn een beetje aan het kijken, wanneer kan je dan, wanneer wil je dan? En die man die zegt, ja, het moet wel snel, want voor als ik er straks niet meer ben. Dus ik zeg, nou ja, waar ga je naartoe dan? Nou, zegt die man, ja, ik ga dood. Oh, oké, ja, ik uiteindelijk in tranen. Die partner in tranen, die man, ja, nou ja, het is gewoon zo, ik ga dood. Dus we moeten wel eventjes met die planning rekening houden. Oké, dat is een stukje menselijkheid, dat kan je nooit door een computer vervangen. Dus die dingen, de kennis van zaken... Het gevoelige, soms zijn er erfkwesties, soms zijn er kinderen overleden... of soms zijn er gewoon scheidingen, verdrietige, ook blije dingen. Ja, en daar kan je wel het persoonlijke, het menselijke, denk ik, nog blijft dat altijd een toevoeging houden. En zo ook de behoefte vanuit de klant. Klant, zijn, juist, ja. Om dat gewoon op een echte manier kwijt te kunnen. Jij hebt ook zelf al een keer een huis verkocht, volgens mij. Maar je weet dan hoe je je voelt. Dat je denkt, ja, weet je, bij alles ben je onzeker. Dan denk je van, oh, is de badkamer wel oké? Okay? Is die plant wel oké? Okay? Is dit wel goed? Je weet het gewoon echt niet, zeg maar. En dan is het natuurlijk des heel fijn dat er toch nog een makelaar komt die zegt, joh, zet die plant daar even neer en alsjeblieft doe die troep maar even in de garage en doe dat. Weet je, dat je even iemand hebt van, oké, okay, het is komt goed. Ja, en ja. Of als je, weet ik veel, al 3 weken staat en komt niemand, zeg je, joh, eventjes pas op de plaats, het komt, het is net vakantie geweest, mensen komen. Dus ik denk dat, dat altijd wel blijft, maar ik denk dat zeker een heel groot gedeelte echt over kan worden genomen door AI. En, maar ik denk ook dat het alleen maar handig is, want dan hou je zoveel tijd over om ook echt dat persoonlijke, om je daartoe te kunnen zetten. Want nu, als je het heel druk hebt, dan schiet dat er wel eens bij in. Moet niet mogen, maar het is natuurlijk wel eens dat je denkt, oh jeetje, ik moet nog 10 klanten terugbellen, maar ik heb het ook nog druk, en ik moet dit, ik moet nog dat. En dan, als zoveel digitaal kan, als iemand ook kan zeggen, nou, ik gooi mijn opdracht in een mandje en ik teken wel, en hup, zet hem maar online. En dat je wel altijd bereikbaar bent voor je klanten, voor het persoonlijke gedeelte. Nou, het is natuurlijk geweldig. Ja. En je zegt, de makelaar is er dan misschien niet meer over een aantal jaren. Maar dan hou je wel iemand over. Maar wie is dan nog zometeen de makelaar? Nou ja, de makelaar is natuurlijk ook een groot woord. Hè? Ja. Want dat hoeft voor mij niet de makelaar te zijn. Het mag voor mij ook gewoon persoontjes zijn, zeg maar. Maar iemand die je begeleidt, zeg maar. Adviseur. In deze enge, gekke periode als jij jouw huis gaat verkopen. Je vriendin. Ja, 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 ja. Ja, nou ja, ja, klinkt. Ja, maar dat hebben wij natuurlijk ook ontdekt. Dat onze klant eigenlijk ook iemand zoekt die dat ook is. Die een soort vriend... Vriendin klinkt zo... Ja, wel vrienden en maar iemand en die je begrijpt, dat denk ik dat. Ja. Is een vertrouwenspersoon, misschien is dat een mooi woord dan. Ja. En die je begeleidt en die je snapt. Ja. Omdat we door precies hetzelfde zijn gegaan ooit. Ja. Nou ja, en je doet iets heel engs. Hè? Want je doet natuurlijk, je koopt een huis en dan ga je je huis ook nog nu... Koop je eerst een huis en dan ga je ook nog daarna pas een huis verkopen. Jeetje, iedereen zegt, wat doe je eng, had je het niet andersom moeten doen? En je ouders zeggen, wat heb je nou, gaan zo'n duur huis, belachelijk. En dit. En dus iedereen, je wordt heel onzeker van wat je doet, zeg maar. En dus het is heel fijn om dan die makelaar te vinden. En die zegt, nou, het komt goed. Ga jij nou maar inpakken en leuke plannen bedenken voor je nieuw huis. Breng het bij mij onder, ik ga het voor jou regelen. Dus, en nou ja, die makelaar. Daar zijn wij. Maar wel ook met slimme trucjes en met AI, zodat wij onze handen vrij kunnen hebben om inderdaad die dienstverlening te bieden. Ja. Ja, en ik merk bij heel veel AI-innovatie dat je kunt kiezen vaak of ik ga voor nieuwe dingen, nieuwe producten, nieuwe diensten, nieuwe markten aanboren, of ik ga meer op de kostenreductie zitten om dingen meer te automatiseren of sneller, goedkoper, makkelijker, beter. Wat is, hebben jullie daar een specifieke focus? Of doen jullie meer gewoon van, hey, dit voelt goed, dit lijkt goed en we gaan ervoor? Ja, ik vind zelf innovatie erg leuk, hoor. Om nieuwe dingen ook te bedenken. Dat het toch anders kan, dat je het anders doet. Ook kostenbesparing, denk ik ook. Kostenbesparing ook, natuurlijk. Ja. Want dat scheelt ook gewoon heel veel. Dat maakt je misschien ook meer verantwoord als dat een van de bijkomsten is. Nou ja, plus dat ik denk dat we nu ook... als ik kijk naar dienstverlening, hè, in het algemeen, zeg maar...
Is dat tegenwoordig 24 uur per dag. Dus wij krijgen bijvoorbeeld ook krijg ik genoeg appjes of wat dan ook 's nachts. Dat iemand wakker ligt en denkt, goh, ik ga alleen nu nog even appen of wat dan ook. En ik vind dat niet erg. Maar ik denk dat om dat aan je medewerkers te vragen om 24 uur per dag aan te staan, dat kan niet. Maar jouw kloon zou dat wel kunnen. Maar mijn kloon kan dat wel. En dat is wel waar zeg maar, hoe de dienstverlening is zo niet gaat worden. En wat wij als consument om vragen. Want we willen die dienstverlening, dat willen we 's avonds of 's nachts. Of dat wil je 's ochtends vroeg. Niet op het moment dat jij druk bent. Niet van 9 tot 5. Niet van 9 tot 5. Want dan heb je mij niet nodig. Want dan ben je druk met je eigen dingen. Ik denk dat de consumenten daar ook wel aan meedoen. Dus jullie willen, maar de consumentenverwachtingen nemen ook gewoon toe. Hè? Ja. Dus die verwachten bijna wel dat je 's nachts het terug hebt. Hè? Ja. Eigenlijk wel. Ja. Ja. En kijk maar naar het hele gebeuren. Met, als ik nu kijk welke tijden we WhatsApp-berichtjes binnenkrijgen, het komt nu nog binnen in ons telefoonsysteem. Dus kijk wat voor tijd ik denk van, oh, vannacht had je me nodig. En dat is prima natuurlijk. En nu weten ze wel dat ze niet 's nachts een berichtje terugkrijgen. Maar ja, hoe mooi is het als er wel meteen een berichtje komt. Maar zij liggen er letterlijk misschien wakker van. Van de keuzes. Zij liggen en stress er echt wakker van. Ja, want kijk maar eens, als je zelf je huis verkoopt. Nou ja, jij weet ook uit eerste hand toen jij je huis verkocht. Ik weet het ook toen ik een huis verkocht. Je ligt echt 's nachts zo wakker. Je denkt, ach, jezus, komt dat wel goed. En hoe lekker is het als je dan even een appje kan sturen, dat je berichtje krijgt. Oh ja, het komt goed en dat je dan weer rustig verder kan slapen. Ja. Eigenlijk. Hey, en de nieuwe dingen, jullie vinden dat leuk. En heb je daar een bepaald proces voor? Ga je eerst experimenteren of leren? Of hoe? Nou, meestal met nieuwe dingen gaan we dat eerst zelf testen en kijken hoe het gaat, enzovoort. En dan bedenken we, is het wat, ja of nee? Gaan we dat doorvoeren, de ja of nee? Dus maar ja, wij zijn zelf wel. Maar ik denk ook dat je heel vaak, want daar over vernieuwingen en veranderingen, heel veel mensen staan er natuurlijk niet echt open voor. Maar heel vaak doe je dingen die je doet en mensen weten niet eens waarom ze het doen. En als je dan vraagt, goh, maar waarom doe je dat eigenlijk? Ja, omdat we het altijd zo doen. Dus wat jij zei, verkiezen voor kostenbesparing of voor vernieuwing. Dat hangt ook met beide samen. Want heel vaak doe je bijvoorbeeld dingen die, weet ik wat, hoeveel geld kosten. En dan doe je het omdat je het altijd al deed. Terwijl het misschien ook veel makkelijker en goedkoper en vernieuwender kan. En zo kijk je denk ik ook naar, dat je niet altijd moet doen wat je doet. Omdat je het maar doet. Maar dat is een beetje een cultuurdingetje ook, denk ik. Dus zit het dan ook bij jullie collega's allemaal erin? Nou, ik heb iets nieuws en ik gooi het op tafel en laten we het doen? Of? Nee, niet direct. Bij sommigen moet je het wel een beetje in de week leggen. We hebben een jong team, dus ze kunnen wel vrij snel schakelen. Ja. En vinden het ook leuk om met nieuwe dingen te gaan. Dat wij met die teksten, vonden ze het ook allemaal leuk om daar mee aan de slag te gaan. Wat ons nog wel eens wat tegenhoudt is natuurlijk onze branche is natuurlijk oud, stoffig en saai. We zijn nog altijd afhankelijk van de notaris die van maandag tot met vrijdag van 9 tot 5 open is. Je merkt ook wel eens met vernieuwing dat de branche dan daar nog niet aan toe is. En dat je soms ook wel eens tegenhoudt, zeg maar. Ja, dat zou kunnen afremmen, maar het is ook weer misschien een kans om je te onderscheiden. Ja, maar je moet toch wel weer. Ja, ik kan niet denken, ik ga een woning leveren zonder notaris. Dus nee, dan moet ik daar je wel niet aan helemaal alleen doen. Nee. En weet je, je hebt wel ook. Wij verkopen woningen, maar ook de aankopende makelaars, zeg maar, die zijn soms nog niet zo ver. Maar goed, het is wel leuk. En er wordt natuurlijk heel veel over ons gepraat in de makelaardij. Dus ja, wij vinden dat alleen maar leuk, want dan doen wij iets blijkbaar wat opvalt. Iets goed, en waar ze graag over praten. Je merkt ook dat collega-makelaars daar soms nog wel eens moeite mee hebben. Ja, die hebben al moeite met bijvoorbeeld digitaal stukken delen. Dat het via een link gaat, dat het via een digitale kluis gaat. Ja, kan je het niet gewoon even mailen? Ja, kan je het mailen? En dat ze dat echt lastig vinden. Ja, ik vind dat gedoe altijd met het digitaal. Denk ik, jeetje. Dat zijn echte stoffen gemaakt. Ja. Die dat gewoon niet kennen. Nee. Niet willen. Ik merk ook nu steeds meer dat ze inderdaad zeggen van, die maak van die teksten met ChatGPT. Dat is natuurlijk hartstikke snel en makkelijk. Maar ja, daar gaat het natuurlijk niet om. Je moet echt de essentie erachter. Ja. Maar ja, dat is soms ook de onmacht van die andere makelaars, zeg maar. En ik denk dat wel velen het zwaar krijgen de aankomende jaren. Want je moet er echt in meegaan.
Het was een beetje het Funda-verhaal heel vroeg. En dan gaan wij heel vroeg dat je dan Funda kreeg, zeg maar. Ja. Dat was natuurlijk ook belachelijk. Dat je het moest in een etalage hangen, huis. En dan moesten mensen voor niet je etalage kijken. Ja, hè? Ja. En dan nu in één keer op een website Funda. Dus dat is een beetje die schakeling. Maar goed, dat is alleen maar voor ons alleen maar meer kansen. En alleen maar leuk, vind ik. Ja. Vroeger deden we alles met de fax. Met de fax, ja. Allemaal het faxen, nou, dat kan je nou ook niet meer voorstellen. Ja. Zie je ook nog andere kansen en mogelijkheden? Want je hebt net zo'n notaris en dan stel ik me voor heel veel contracten opstellen. Doe je daar al dingen met AI of beoordelen? Of hoe? Nee. Video hadden we het even kort over gehad. Maar ja, hoe... nee, wij... kijk, ik denk in die notariswereld is ook heel veel gaande. Dat is eigenlijk nu ook nog alles op papier enzovoort. En je hoort daar natuurlijk steeds meer gemor ook over van klanten. Van, moet ik naar zo'n notaris? En dat kan toch anders? En dus ja, ik denk dat daar de komende tijd ook heel veel verandering in komt. Maar ja, zolang die dat niet veranderen, kunnen wij daar natuurlijk ook niet in mee, zeg maar. Ja. Uiteraard, wij maken wel digitaal een koopakte. Ja. Dat doen wij dan niet met EIO, maar dat doen wij in ons eigen systeem. Maar ja, dat is ook dat is heel makkelijk systeem. We hoeven ook weinig aan te doen, zeg maar. Ja. Dus ja, dat zijn dingen waar wij uiteraard wel voor open zijn en leuk. Ja, ik denk zelf veel meer dat als ik er nog wat mee wil, dat je bijvoorbeeld, waar ik een kans in zie, is bijvoorbeeld voor zoekers. Dus een zoeker op de woningmarkt. Mm-hmm. Die weten vaak precies wat jij wil. Je weet vaak heel goed wat je wil, het volgende huis waar jij gaat wonen. Ja. Ik denk dat AI ons daar heel goed in kan helpen. Want die weet toch als geen ander waar dan precies dat huis staat. Waar, met al die eisen wat jij hebt gesteld, waar je dat kan vinden. En misschien kan die wel 3 opties aan jou geven. Mm-hmm. Die precies op maat passen bij jou. En misschien staat 1 van de 3 dan te koop. Nou, wil je dan nu, dan moet je nu naar die gaan. En nummer 2, die komt bijvoorbeeld over 1,5 jaar. Dat weten ze ook al lang. En nummer 1 moet je nog even wachten, want die komt pas over 10 jaar. Ja, ik denk dat daar echt een heel... hele mooie toekomst in zit. Dat je daar... Dat je een kloon die je leven lang met je mee volgt en helpt. Ja. En bij het maken van keuzes rondom wonen. Ja, maar wel in de breedste zin van het woord, denk ik. Ik denk voor alles. Dat straks alles wordt. Zoek jij een schilder? Nou, het heeft ook alweer met wonen te maken. Of zoek je een begrafenisondernemer? Of zoek je een, noem het maar op, denk dat die daar overal mee kan helpen. Ja. Ik denk dat dat echt de toekomst wordt. En nog, ik heb nog 2 vragen. Ja, oh, en dan kies ik. Heb je nog tips voor andere conculega's of andere bedrijven? Hoe ga je nu om met AI? Wat is je advies? Omarmen, daar ga je mee aan de slag. Wees niet bang. Ik denk dat heel veel collega's bang zijn. Bang zijn voor verandering en niet leuk vinden en ingewikkeld. En nou ja, we zien wel hoe het straks loopt. Gewoon niet doen. Gewoon ga je erin verdiepen en merk zelf hoe leuk het is. Ja. Dat is denk ik voor mij vind ik het denk de belangrijkste tip. Kan ik me wel bij aansluiten. Ja, maar jou ook. Zie ik ook knikken. Ja. 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 Nee, ja, ik zie dat ook. Maar dat is in het algemeen dat iedereen heel bang is daarvoor. Terwijl ja, ik denk dan, joh, het brengt je ook heel veel. En tuurlijk, je moet, zal ook ergens op, maar dat is met alles. Maar ik denk dat het je alleen maar heel veel brengt. En ga gewoon leren en ontdekken, hè? Want dan zie je dat je er misschien niet bang voor hoeft te zijn, ook, volgens mij. Ja. Ja, je kan wel zeggen, ik begin er niet aan, maar ja, en dan? Het is niet dat dan de wereld zegt, oké, doen we het niet. Dan slaan we jou over. Ja, slaan we jou over. Oké, hoef jij niet. Ja. Nee. En ik noemde het volgens mij in het begin, maar hoe jullie dat doen, dat inspireert mij. Hè? Jullie wil voorop lopen, heel dingen veranderen. Maar wie inspireert jullie? Dat gaat al een tijdje terug. Wij hadden 15 jaar geleden hadden wij een directeur. En die liep ook altijd voorop. Die wilde altijd heel veel, die houdt van innovatie, andere dingen slimmer maken. En die ging altijd 1 keer in zoveel tijd, weet ik veel, 6 maanden, ging die alle kantoren af. En dan gaf hij een sessie. En als hij dan klaar was, dan dacht je, nou, zal toch niet, wat hij allemaal, zou dat nou echt waar zijn? Dus hij zei bijvoorbeeld al 15 jaar geleden, kan ik me nog heel goed herinneren, zei hij, joh, Google die is zo slim, die weet strakjes, weet Google al precies
wie welk huis gaat kopen. Want Google heeft al gezien dat Piet al elke dag langs dat huis rijdt naar zijn werk. Even heeft gekeken. Die weet al dat hij tweede kind krijgt en dat hij heel graag een schommel in de tuin wil. Nou, dat is mooi de plek voor. Dus die weet al precies wie welk huis gaat kopen. En dan ging hij ons dat uitleggen en dan was hij weg en dan dacht je, je denkt misschien wel van niet, maar er zit best wel een kern van waarheid in. Dus ja. Hij was altijd met ons bezig om altijd net eventjes weer anders tegen de markt aan te kijken, om net eventjes iets slimmer op te lossen, om anders te doen dan iemand anders. En ik denk dat we daar heel veel energie van kregen en dat hij ons heel erg heeft geïnspireerd. Zeker om weten. Ook altijd verder te kijken en altijd heel goed naar je dienstverlening te kijken en om het toch weer sneller te doen. Slimmer. En dus, kijk, soms maak je een fout en denk je, nou, dat is misschien toch niet wat we hadden verwacht. Of wat, nou, jammer dan. Dan hebben we het geprobeerd. Dan gaan we weer terug. En dan gaan we weer verder kijken wat we weer kunnen ontwikkelen. Dus om daarmee bezig te zijn, ik denk echt dat hij is gewoon een voorbeeld. Hij is gewoon echt. Hij komt er ook met die VR-brillen, weet je nog? Ja, dat je destijds een huis kon bezichtigen met zo'n VR-bril. Ja, natuurlijk, al die dingen in elkaar zetten. Ja, van die kartonnen VR, en dan moest je je telefoon in doen. Ja, en dan kon je zo kijken, dan kon je zo'n huis bezichtigen op Funda met die VR-bril. Dat soort dingen. Maar hij was gewoon een inspirator. En zo wil je eigenlijk, wil je zelf eigenlijk ook zijn. Ja. Doen nu, en dat komt eigenlijk door jou, nemen we de telefoongesprekken van de binnendiensten op. Ja. En daar zijn we nu aan het kijken door middel van ChatGPT, maar ook met AI, dat we dus aan het kijken zijn om die telefoonscripten, zeg maar, te verbeteren. Dus dat is ook echt heel leuk. Zo kun je weer goed feedback en trainen en we leren. We zijn nu bezig met een trainer voor die binnendiensten. Mm-hmm. Ja. Om echt dus te kijken waar dus de haken en ogen zitten. Dus zijn nu al die telefoongesprekken. Ja, want dat is echt wel grappig. Want bij ons denk je altijd van, weet je wel, commercieel, een makelaar is commercieel, maar die makelaars zijn echt nul commercieel. Ja. Echt totaal niet. Daarom het woord makelaar. Ja, en dat is zo grappig, want eigenlijk bel maar een willekeurig makelaarskantoor en dan nemen ze op en dan, ik wil een afspraak, oké, bedankt, doe je ingepland. Het gaat zoveel verder dan dat. En als jij jouw binnendienst heel slim leert van hoe je gewoon moet denken of hoe dat anders kan. En eigenlijk is dat ook niet per se van slim of een foefje of hoe je commerciële kunt zijn, maar dat is, je helpt je klanten mee. Dat is zo leuk. De mensen die vaak zeggen van, wat leuk dat je het vraagt. Wat leuk. En dan kun je dit aanbieden en dat aanbieden. Je kan ze echt helpen. En ik denk dat dat ook het verschil is tussen hoe wij zijn en hoe die stoffige kantoren zijn. Ja. Ja, dus enerzijds gaat het om, denk ik, de houding die je als persoon hebt. Hè. Hoe graag wil ik helpen? Daar kun je, denk ik, je kunt daar wat mee doen, maar ook inderdaad een spiegel voorhouden. Ik heb van kijken hoe je dingen zegt. En hoe dat het beide zijn volgens mij goed om aandacht aan te besteden. Dat ik ooit in de makelaarij begon, vond ik het alsnog. Ik bedoel, als jij een makelaarsopleiding volgt, komt er dus niks commercieels in voor. Nee. Dus je mag elke moertje, boutje, schroefje in de muur kennen. Maar commercie komt er totaal niet in voor. Nee. En dat ik kwam echt uit een heel commercieel beroep. En toen kwam ik de makelaarij in. En toen liep ik was toen nog allemaal mannen in de makelaarij. Dan liep ik met die jongens mee. En dus toen verwonderde ik mij dat er kwam. Je ging naar een huis toe. Die kijker ging daar naartoe. Dat was dan in Amsterdam, dus je betaalde ook nog parkeergeld. Je ging naar boven met een lift. Ging je dat appartement bekijken. En na 20 minuten zijn ze, tot ziens, dag. En toen dacht ik, doe toch ziens, dag. Dus je hebt parkeergeld betaald, je hebt benzine, je bent in dat appartement geweest. Je stond zowaar, je hebt een hand gegeven aan je klant en je zegt, doe tot ziens, dag, nooit meer zien. Ik mail je wel, opdracht. We spreken wel, doei. En toen dacht ik, Dus toen vroeg ik aan die directeur, ik zeg, joh, die jongens doen dat, maar hebben jullie nooit bedacht van, joh, misschien kan je eens vragen, bent u wel eens bij een hypotheekadviseur geweest? Wij zijn op kantoor. Zal ik je gelijk mee naar kantoor nemen? Dan gaan we daar even naartoe. Of kan je dan nooit zeggen van, joh, zal ik u even uw adres opschrijven? Want toen was het allemaal nog niet dat je dat. Ik zag even uw adres opschrijven en telefoon, dat ik u nog even de brochure toestuur. Of dat ik u even nog een keer bel. Ik kan helemaal niet. Nee. Hoe komt het dan? En dat is dus dat makelaars dat helemaal niet dat commerciële hebben. En ik denk dat we daar ook echt vanaf het begin af aan echt ons in hebben onderscheid. Dat
ik ging dan naar een verkoopgesprek. En dan kwam ik terug en zei ik, oh kijk, we gaan starten. Heb je al getekend? Heb jij een getekende opdracht? Ja. Je bent heen geweest en terug en heb je getekende opdracht? Ja, maar ik zei, dat is toch wat we moeten gaan doen? We moeten gaan verkopen. Ja. En toen, heel vaak, ik heb wel eens op een kantoor gewerkt in crisistijd. Dan moesten we naar Zuidoost, Amsterdam Zuidoost. En dan zei die jongen, er was een makelaar, die zat daar buiten. En die zei van, nou bel maar af, want ik zie net, die mensen hebben vorig jaar gekocht voor 3 ton. Ga ik er nooit meer voor krijgen. Bel de afspraak maar af. Bel die afspraak maar af. Zeg maar, wat nou als die mensen nou gisteren de loterij hebben gewonnen? Ja. En dan weet jij toch helemaal niet hoe dat zit? Nee, je hebt toch geen idee? Ik zeg, je hebt toch geen idee? Dan ga je dan niet de afspraak afbellen? Nee. Nou, dat soort dingen. Maar ik denk, Lee, dat ook passie is wat je moet hebben. Ook. Als je maar passie ook, moet hebben. Dat je commercieel bent, dat je tuurlijk snapt. Beide, denk ik. Ja. Beide. Een combinatie van je houding een beetje en verder mee willen denken, hè? Maar het ook inzien, signalen opvangen van... nu kan ik een hypotheek aanbieden. En iedereen die belt, iedereen die mij toch belt... zegt, ik wil een afspraak plannen, die wil toch kopen? Die wil wat? Die wil kopen. Nee. Dus die heeft een hypotheek nodig. Misschien heeft hij ook wel iets te verkopen. Dan kan je niet ruiken. Je kan niet denken, oké, ik plan die afspraak in, doei. Ja, maar als je dat eenmaal snapt... en dan ik denk dat dat ook leuk maakt. Dat maakt je werk toch geweldig. Tuurlijk, als je een leuk interactie hebt met je klant... en dan tegelijkertijd zo commercieel bent dat ze... jou leuk vinden en dus bij jou komen verkopen. Ja dat is ons beroep. Dat vinden we gewoon heerlijk. Wij hebben gewoon passie voor ons. Ja. En eigenlijk is het leuk zelfs... Voordat de machines dat kunnen, dat duurt nog even, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Het leukste is altijd dat jij hem dan binnenkrijgt met de telefoon... en dat ik hem dan... Jij zet hem voor en ik schiet hem erin. En dan dat helemaal zo lukt. Hè. Dat we zijn een soort voetbalteam. Maar zijn we dan Feyenoord of Ajax? Ajax. Ja, ik denk Feyenoord. Ja, superleuk dat jullie hier waren. En echt super bedankt. Dank je wel. Ja, dank jullie wel. Succes. Kom jullie dan de volgende keer ook bij onze podcast? Wij hebben natuurlijk ook een hele leuke podcast. Moet ik dat nu beloven hier? Live on stage? Voor alleen voor vrouwen, toch? Kijk en luister podcast. Ja. Lange ICK. Ja, nee, uiteraard. Ja, dat is misschien wel leuk. Ja. Nou, wie weet. Gaan we dan nog plannen. Zeker. Dank je wel. Dank je wel. Je hebt geluisterd naar een aflevering van Enrise AI. Enrise is een digital agency gespecialiseerd in complexe maatwerkopdrachten. We zijn een zelfsturend collectief van autonome teams. Wil je meer weten over ons mooie bedrijf? Of bijvoorbeeld kijken voor welke opdrachtgevers Jeffrey en Sander werken? Ga dan naar enrise.com. Wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mailtje naar ai@enrise.com.